Zeg voor je zit de film uh, met samen te kijken, het Titanic of zo, en die man ligt naast je, zit naast kijkt zo. kijk, op, kijk op, je ziet hem gewoon met zakdoekje gewoon. It's complicated. Met Jay en Mahi. Jay, ik zie vaak onder de comments van onze afleveringen dat vrouwen zo verbaasd zijn hoe erg jij laat maar zeggen kan inleven en je emoties kan uiten. Ja. Want wij vrouwen kennen dat eigenlijk niet echt bij mannen. Klopt het dat mannen ook echt een beetje emotieloos zijn of... Wat is beetje dat voor koud. een zin? Klopt het dat mannen een beetje emotieloos zijn? Schat, laat me je vertellen: je bent mijn sister. Die zin <laughs> is niet leuk. Dit, is, dit draagt dus bij aan dat mannen niet een safe space vinden om hun emotie te kunnen tonen. Dat doe jij niet expres, want ik weet hoe je bent. Je bent yeah. natuurlijk een warm en juist welkomend persoon. Maar het is wel hoe het een beetje gaat. Mannen tonen bepaalde emoties onderling wel, namelijk. Aan Niet, elkaar. Ja, tuurlijk, tuurlijk, Als we alleen praten, als we met elkaar zo onderling praten, we over bepaalde dingen. Mm -hmm. Maar zeg maar, uh, sommige dingen vinden we moeilijker om te bespreken waar jullie bij zijn, en sommige dingen vinden we moeilijker om onderling te bespreken. Als ik voor veel mannen mag Kijk, spreken. Kijk, ik werk in de mannenwereld en ik heb echt heel veel meegemaakt. Laat maar zeggen aan ja. mannen die verdrietig worden of teleurgesteld en hoe ze dan met die emoties omgaan. Maar um... Ik merk wel dat bijvoorbeeld mannen ook net zo goed als vrouwen kunnen roddelen. Daar oh, houden dat, ze wel dat, van. Ja, daar zit geen verschil maar, in. Maar laat maar zeggen, praten over hun eigen gevoel. Ja. merk ik wel dat ze dat uh, moeilijker vinden. of dat ze dat heel makkelijk kunnen uitzetten of zo. Wij vrouwen kunnen ons gevoel heel moeilijk uitzetten. En jullie, mannen, voor mijn gevoel dus veel makkelijker. Ja, dat kan aan veel dingen liggen hoor. Uh, ik denk omdat we allebei natuurlijk andere wezens zijn. Dat is denk ik de basis hiervan. Maar ook omdat we opgroeien in een wereld die iets anders van ons verwacht. Van jou wordt iets anders verwacht dan van mij. Mm. Uh, om alleen maar simpelweg omdat je een vrouw bent, wordt er iets anders van jou verwacht. En ook van mij, omdat ja. ik een man ben. En, um, wij, wij, wij groeien op in een wereld. Een man mag eigenlijk niet klagen, mm. een man mag niet klagen. Uh, een man uh, uh, hoeft ook niet echt te rekenen op onvoorwaardelijke. Liefde of erkenning of zo. Je moet altijd wel iets doen om überhaupt man gevonden te worden. Dat is wel een klimaat waarin de meeste mannen, in ieder geval in deze maatschappij waar wij in zitten, mee opgroeien. Snap je? Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld, uh, ja, uh, een man moet status hebben. Snap je, een man, het is, het, dat gevoel heeft een man in ieder geval wel van: ik moet status hebben. En dingen die status symboliseren, moet ik hebben. Anders ben ik gewoon minder man. Dat is gewoon waar je mee opgroeit. Mm -hmm. Dus, je emotietonen is ook een dingetje wat je dan minder snel doet. Omdat het eigenlijk een soort van: het wordt je geleerd dat het een soort van blijk van zwakte is. Mm -hmm. Niet alle mannen hebben dit. En het wordt ook niet iedereen geleerd. Maar het is wel iets wat je veel ziet. En wat ik zeg. Als we onderling met elkaar zijn, praten we over bepaalde dingen waar we niet over praten waar jullie bij zijn. Zoals jullie eigenlijk ook doen bij ons, toch? Yeah, sure, yeah. En maar sommige dingen vinden mannen juist fijner om het bij een vrouw te uiten waar dat kan, zeg maar. Mm -hmm. Maar ja, eerlijk, je hebt ook het gevoel dat vrouwen niet zoek, op zoek zijn naar een man die een beetje soft is of zo. Ja, kijk, ik kan me erin vinden. Je wil natuurlijk niet iemand die de hele dag naast je aan het huilen is. Alhoewel, ik huilen ook echt voor een man vind, want het is iets menselijks. Mm -hmm. Emoties tonen is iets menselijks. Maar ik hou ook echt niet van een man die totaal niet praat of zo. Ik wil wel gewoon echt emoties met elkaar kunnen delen. Dus niet alleen mijn emoties. Ja. En ik merk wel gewoon dat mannen veel harder zijn daarin. Maar wat doen jullie dan met je emoties als jullie het niet kunnen uiten? Ik denk de meeste mannen stoppen het weg, omdat. We het gevoel hebben, niet alle mannen nogmaals, maar veel mannen hebben het gevoel dat, dat ze zich aanstellen op het moment dat ze gaan klagen over iets. Of dat ze aangeven van ja, maar ik heb hier moeite mee. Of ik vind dit moeilijk. Of dat doet mij pijn. Zijn mannen bang dat ze overkomen alsof ze. Uh, 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 ja, dat ze, dat ze zeg maar aan het zeuren zijn. Weet je, van, ach, je bent aan het zeuren. Dat gevoel krijgt een man heel snel. Mm -hmm. Je maar, mag niet klagen. Kijk, als meestal, man, ja. als je bijvoorbeeld wel jezelf uit... kom je er zelf soms wel eens achter van... oh, het klopt eigenlijk niet wat ik denk of wat ik voelde, toch? Soms maar, heb je dat, ja, klopt. Mm, als mannen dat dan niet doen... Hoe, hoe handel je die stress? Toch? Je gaat gewoon door, man. Dat is een beetje wat het is. Snap je? Mm -hmm. Een man gaat niet... De meeste mannen staan niet te lang hierbij stil... Mm -hmm. En uh, wat wij ook heel vaak hebben is dat wij denken van, oké, okay, dit is het probleem. Hoe kan ik het oplossen? Wij gaan niet te lang, wij proberen niet te lang stil te staan bij, oh, bij, pro de, bij het probleem. Wij willen gewoon kijken, oké, okay, hoe kan ik het oplossen? Omdat wij in dat opzicht misschien eenvoudiger of logischer zeg maar denken. dat wil niet zeggen dat mannen over altijd logischer denken dan vrouwen. Dat is niet. Maar het is wel zo. zo pakken wij het een tweetje wel aan van, oh, uh, mijn broek is gescheurd. Oké, okay. of ik ga hem naaien of ik trek een andere broek aan. Er is niet te veel tijd om stil te staan bij dat je broek gescheurd is. Mm. Hoe het gebeurd is, wie schuld het is, of het terecht is en of, er nu, of het nu koud is omdat hij gescheurd ja, is. Okay. Da, daar, hebben we, daar hebben we gewoon geen tijd voor. het is voor. dus niet per se zo dat jullie het wegstoppen. Ik ja. denk dat veel mensen, veel mannen, hun gevoel wegstoppen. Want zij voor om weer die, die scheurende broek als voorbeeld te nemen. Misschien komt die scheur wel omdat je tegen iets scherps aangelopen bent. En misschien is er gewoon een wond ook in je been. Okay. Maar daar zijn we niet mee bezig. Plak maar even snel een pleister erop, nieuwe lopen. broek en we gaan weer verder lopen. En uh, je, ziet die, je ziet door die nieuwe broek zie je niet dat er ooit daar iets gebeurt en wij gaan gewoon verder. Maar misschien ontsteekt het in de tussentijd, misschien gaat het gewoon fucked op en wij gaan gewoon door. Omdat wij denken van, ja maar het is toch opgelost en ja maar ja, ik, ik stel me aan als ik daar iets over zeg, zeg maar. mm -hmm. Dat gevoel heb je heel snel als man dat je je aanstelt. En waarom kan jij wel bijvoorbeeld heel goed over je gevoelens praten of over, ja, ja kijk, überhaupt? Ik denk omdat ik op een bepaalde leeftijd misschien wel een ervaring heb. Ik heb dat ook uh, geleerd. Ik heb altijd wel het gevoel dat ik over mijn gevoel heb kunnen of mogen praten. Omdat ik niet het gevoel heb dat het me zwakker maakt, maar sterker. Maar ik ben niet per se een uitzondering in, in het opzicht van. Ik heb ook moeite om over bepaalde dingen te praten. Ik heb ook heel snel het idee dat ik me aanstel als ik uh, uh, emotioneel ben over iets of wat dan ook. Dus ik ben niet. Ik ben, ik ben echt helemaal niet perfect in dat opzicht. Mm -hmm. Maar kunnen je? we dan zeggen dat je vroeger ook zo was? Dat je minder snel over je gevoelens praatte en dat je daar... Ja, er zeker. Nu de, van hebt geleerd. Ik praat er nu iets sneller over, maar ik ben nog steeds niet op het punt dat ik er altijd maar over praat. Snap okay. je? Ja, tuurlijk. Snap je? Ik waar. heb ook heel vaak het idee, onterecht op sommige momenten, dat ik me aanstel als ik erover zou mm -hmm. klagen. Snap je? Waardoor ik ook over heel veel dingen alsnog mijn mond hou. Ja. Dus ik ben, ik ben in die, die zijn wel vrijer en ik durf wat te praten, maar ik ben ook niet het perfecte voorbeeld daarin. Mm -hmm. Snap je? Daar, dan moet ik wel eerlijk, daar moet ik ook eerlijk en open nu over zijn. Ja, zeg maar. Precies. Ja. Nee, I get it. Ik had dus ergens gelezen dat, um, dat de zelfdodingsaantal onder de vrouwen in 2021 mm -hmm. 6,4 per 100.000 uh, vrouwen is. En weet je hoeveel dat bij mannen is? Bij mannen is het gewoon twee keer zo hoog. Dat is 14,9. Persona per 100.000. Ja, dus dat, dat is dus meer dan twee keer zelfs. Ja, to eigenlijk iets it. meer. Zelfs. Ja, dus ja. Hoe heftig is dat? En het is volgens de uh, psycholoog is dat omdat mannen dus moeilijker hun emoties uiten. Ja. ja. Dus daarom was mijn vraag ook van: omdat jullie het zo erg inhouden en niet uiten, is dat dan? dat je op een gegeven moment geen uitweg weet. Ik denk weet dat het of... maatschappelijk dus ook een deel... Het is niet een, een soort van... Uh, in het aard van het beestje, zeg maar. Het is niet ja. alleen... een karaktereigenschap van de gemiddelde man. Ik denk dat we in een omgeving leven... waarbij de man zich niet zo... veilig voelt dus, om dat te kunnen doen. En ik, ik moet eerlijk zeggen... ik vind echt dat... Om de maatschappelijk, dat daar gewoon heel weinig... naar gekeken wordt. Ik vind dat de man... een soort van bijna gedemoniseerd wordt... voor het man zijn, zeg maar. Uh, in sommige gesprekken en sommige... Gevallen van ja, je mag niet uh, mannelijk zijn, of uh, mannelijkheid wordt vaak gezien als een soort van negatief iets, mm -hmm. zeg maar. Uh waardoor mannen zich dus nog minder veilig uh, uh, wanen, zeg maar we voelen ons vaak minder veilig daardoor we durven niet te zeggen wat we echt vinden durven niet te zeggen wat we voelen durven ook niet te zeggen waar we mee struggelen daardoor ik denk dat dat ook een invloed heeft man maatschappelijk gezien ja, hoe er naar de man gekeken wel. wordt en hoe de, wat er van de man verwacht wordt wat denk je dat wij als vrouwen bijvoorbeeld daartegen kunnen doen kunnen wij want ik merk mm. wel bijvoorbeeld aan de andere kant dat mannen het heel fijn vinden dat moedergevoel, weet je wel, in een vrouw dat ze verzorgd worden. Of... Maar ondanks, laat maar zeggen, de liefde die we dan uiten, praten ze nog steeds niet. Ja, kijk, um, ik denk dat het heel moeilijk is voor jullie. Omdat, omdat die lijn tussen uh, uh, wat een voorkeur van een vrouw is, en wat moeilijk uh, of Of, of jou, ja, zeg je dat dus. Ik vind dat de vrouw wel een voorkeur mag hebben. Mm -hmm. Je mag als vrouw wel vinden van. Ik heb liever zo'n man dan zo'n man. Ik vind dat dat gewoon mag. Zo vind ik dat dat, zoals een man dat ook mag, weet je toch? Yeah. Vind ik vind dat de vrouw dat ook moet, gewoon moet kunnen doen. Allee, dus ik vind het heel moeilijk je, om te zeggen: dit doen jullie, dit moeten jullie niet meer doen. En, nee, want kijk, waarom zeg ik dit? Omdat wij mannen, wij maken heel veel beslissingen, of het nou bewust of onbewust is, op basis van wat jullie nice vinden. Mm -hmm. hoe, hoe vaak heel veel vrouwen misschien ook denken dat de, de, de wereld een mannenwereld is en, en, en ergens is dat misschien ook wel zo, maar het is net zoveel minimaal een vrouwenwereld omdat wij laten heel veel afhangen van wat jullie van ons vinden. Mm. Als jullie het gewoon heel nice vinden als we allemaal een skinny jeans gaan dragen, dan gaan de meeste mannen gewoon een skinny jeans dragen. Nou mannen, stop jullie met die skinny jeans alsjeblieft. <laughs> Want dat is zeker ah, niks. Ja, maar waarom denk je dat die skinny jeans niet meer in is dan? Ja, ja ik hoor je aan deze. Sop, dat is hoe wij in elkaar zitten. Okay. Wij denken, oh, dikke auto moet ik hebben yeah. om jullie te krijgen, dan gaan wij werken om die dikke auto te krijgen. De reden waarom we status willen, is niet per se omdat we beter dus dan wij... een andere man willen zijn, maar we willen beter dan die andere man zijn, zodat we meer kans maken bij de vrouw. Dus als wij gezamenlijk met alle vrouwen mm -hmm. naar deze podcast ja. dan een emotionele man willen worden, dan emotioneel? Um, ja, dan krijg je heel veel mannen die nep emotioneel gaan doen. Mm. Ja, dan krijg ja dat krijg je ook. Kijk, weet manis. je wat het is? Maar het is niet een probleem die de vrouw uh, die helemaal bij de vrouw te, te neer te leggen is. Juist, ja, snap je? Ja. Het is een soort van. van ja, het is, een, het is aan twee kanten. Zoals er ook vrouwen zijn uh, die uh, bijvoorbeeld problemen hebben. Uh, die zijn niet allemaal neer te leggen bij de man. Ik denk ja, dat klopt. we met elkaar een soort van moeten kijken hoe we het ja. voor elkaar veiliger en draagbaarder kunnen maken. Want het is niet zo absoluut van. Nou, de vrouw doet dit, de man doet dit. En die mm. doet dit goed, die doet dat fout. Ik denk niet dat het zo zwart-wit is, snap je? Maar, maar, kijk. Is het dan niet zo dat vrouwen vaak een man willen die gewoon leiding kan nemen? En uh, zijn mannetje staat, zoals sommige mensen dat noemen. Ja. En, en gewoon sterk in zijn schoenen staat. En niet uh, te veel laat zien dat hij zwaktes heeft. En emotioneel is. En uh, van tijd tot tijd even gaat huilen bij een film. Zeker voor je zit een film met je uh, samen te kijken, Titanic of zo. En die man ligt naast je. Kijk, je ziet hem gewoon met zakdoekje. Gewoon. Kijk, Wanneer ik denk, je dat niet onaantrekkelijk? Dan? Ik denk dat, dat je dat gewoon in evenwicht kan houden. Net als dat je niet wilt dat een vrouw de hele dag zeurt. Snap je van? Je hebt je was niet opgrijpen Dus het is gewoon. Um, aan de ene kant hou je de deur voor me open. Mm -hmm. uh, ben je die man die voor me zorgt en achter me staat als mijn bodyguard. Ja. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen van... Schat, ik zit er toch mee dat weet ik veel wat is gebeurd. En het zit me niet lekker, we moeten erover praten. Dat vind ik heel aantrekkelijk. Ja. Dus dat het gewoon in evenwicht is. En dat probeer ik als vrouw ook. Hè. Ik probeer, laat maar zeggen, alles te uh, dus verzorgen als... Ja, een beetje die moedergevoel voor de man. Want daar houden mannen ook wel een beetje van. Maar ook gewoon mijn dingen te eisen van... Yo, of, te praten over mijn gevoel. Ja, maar dan vind ik. Je wil niet zo'n zijkwijze. Ja, maar ik zo. merk wel aan je dat, je dat je het nog steeds de kant van de man omschrijft als een soort van een sterke slash, iets dominante rol. Door te zeggen: Schat, dit vind ik niet leuk of zo. Terwijl ja. eigenlijk kan het ook zijn dat hij gewoon verdrietig is of zwak is. En, en dat is wat ik bedoel. Meer, meer de te ja. laten zien van in hoeverre. Vanaf wanneer wordt dat onaantrekkelijk of van, Sampe, wat is die balans daarin? Kijk, als je op een gegeven moment dagelijks emo bent of zo, is dat een ander verhaal. Maar ja, als, je, je. als er echt iets aan de hand is waarvan ik weet um, of we hebben een gesprek of whatever, en je praat er niet over, dan vind ik je juist minder aantrekkelijk. Hè? Hmm. Want je wilt niet open met mij zijn. En als je niet open met mij wilt zijn, ja, dan gaan we niet eens een goede relatie in. Dus ik vind echt dat er een balans moet zijn tussen emotie en je sterk willen houden. Want... Ik vind je sterk houden voor elkaar... vind ik ook niet per se een negatief iets. Hmm. Want um, zo ben je elkaars voorbeeld. Yeah, okay. Ja, snap, Toch? Begrijp ja, je bedoelt. Zo kan je ook, ook weer van elkaar leren van... nee, ik ga nu sterk zijn... want toen deed hij ook bla bla bla, weet je wel. Uh, een goed voorbeeld. Een vriendin van mij, uh, haar man... Uh, had haar baan verloren. Mm -hmm. En hij zat er echt niet mee. Hij bleef gewoon heel sterk. Terwijl in zijn hoofd ging er waarschijnlijk heel veel om. En later vond hij gewoon een baan. En toen zei hij ook tegen haar van... zie je, ik ga niet... Daarbij neerzitten of zo. Want ik weet, het komt goed. En nu is het goedkomen. goed gekomen. Een jaar later overkomt haar dat. En toen dacht ze: oh ja, hij was ook niet de hele tijd Emo of whatever. Ik heb van hem geleerd. Ik ga nu zelfverzekerd zijn. Ik vind mijn baan en dan komt het goed. En het gebeurde ook. Snap je? Ja, dus ja. zo geef je sterktes aan elkaar door en emoties aan elkaar door. Ja, kijk, je, neemt, je, je voorbeeld is best wel een goed voorbeeld. Want stel je voor. Dat je een partner hebt, jullie verdienen allebei gewoon goed werk voor wat, ja. en jij verliest je baan. Zou jij je dan minder vrouw voelen in de relatie? Ik zou me wel, nee, ik, be, ik weet waar je naartoe gaat, maar ik zou me wel minder powerful voelen of zo. Ja, want een man linkt dat dus, dus met mannelijk, aan yeah, mannelijkheid. Dat begrijp ik wel. En je voelt je eraan zo kut, en, 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 en zeg maar, die emotie die durven sommige mannen vaak niet te uiten. En soms uit zich ja. dat, zeg maar, zonder dat iemand dat wil... in verkeerde soort houdingen of wat dan ook. Mm -hmm. Of in onzekerheid. Of opeens merk je, hé, hey, je man wordt opeens mm -hmm. onzeker. Dat is, omdat wij gewend zijn dat dat gelinkt wordt... aan hoe de wereld ons bekijkt en beoordeelt als man zijnde. Maar nu we het bijvoorbeeld, dus um, een voorbeeld als werk hebben... Ja. Nu we anno 23, uh, 2023, dus... Allebei werken. Vroeger was het al anders. We ja. werkten vaak de man. Dus we komen steeds meer dichter bij elkaar omdat we dezelfde dingen doen. En ja. je toch? denk je niet dat er een fase gaat komen dat mannen daarin ook gaan veranderen? En, en, en welke kant op veranderen? Uh, als in dat ze ook minder het gevoel gaan hebben van als man mag je niet jezelf laten zien. Want op een gegeven moment ben je als man en vrouw ja. bijna wel gelijk. Ik vind bedoel? dat je dat sowieso bent. Je bent gewoon niet hetzelfde. Ja. Gelijkwaardig ben je sowieso. Ja, ja, ja. Ja, ook niet. Vind ik ook niet helemaal. Want ik vind dat de vrouw toch net iets meer is. Ja? Ja. Wow. Ja, toch, toch wel. veel mannen, maar zo. Nee, heel veel mannen. Dat is het. Grapje, grapje. Hoe meer mannen je gaat spreken, veel mannen gaan dit zeggen. De meeste mannen die ik ken, en ik ken best wel veel mannen. En of, of de gesprekken, als ik de gesprekken in de kapperzak moet checken waar we als mm -hmm. man met elkaar praten. Ik vind 80, 90 procent vindt dat de vrouw boven de man is. En, Qua okay, waarde. maar dan anders, hè. vinden mannen dan ook niet wat ik zeg, van dat je emoties moet kunnen tonen in een relatie? Ik denk dat iedere man zou zeggen dat het zou moeten kunnen. Maar dat het eh, als het, het erop doen. aankomt, dat mensen, dat mannen het echt moeilijk vinden, omdat er meer op het spel is dan. Dan over hebben iets verteld. Of, het is, er, is, er is veel meer op het spel. Oké, okay, stel we doen de uh, rollen nu omdraaien. Ja. En jij gaat met een vrouw mm -hmm. die eigenlijk zo is als een man. En wat jij... bedoel je met zo is dus, als een man? Um, minder snel haar emoties laten zien bij jou. Er zijn heel veel vrouwen die daar last van hebben. Ja, Zou je dat kunnen? Zou ik het kunnen als man? Ja. Stel dat jouw nou, wifi dus. Ik zou, ik, kijk, voor mij als man zou het misschien niet eens zo erg opvallen omdat ik natuurlijk vanuit de mannenbril kijk, mm -hmm. snap je? Ik verwacht, wij, dat, dat merk ik niet bij mensen die, mannen die ik spreek, dat wij een soort van verwachtingspatroon hebben bij vrouwen op dat gebied. Dat je het niet wij hebben niet van, van, zoiets van: het is wel belangrijk dat die vrouw over haar emotie praat, want anders dat hebben wij niet. Jullie merken dat waarschijnlijk omdat jullie zelf zo zijn en die mm -hmm. door de vrouwenbril naar ons kijken. Ja, okay. Maar wij kijken natuurlijk met die mannenbril weer naar jullie. Dus dat is een beetje misschien ons gebrek of onze blinde vlek in dat opzicht. Dus wij gaan ja. dat niet eens zo snel merken zij het zich uit op andere manieren. En dan ga je je afvragen, hmm. wat is er aan de hand? En dan kan het gesprek komen. En hoe zie je... Maar je zegt, ik ken dus heel veel mannen. En jouw vrienden. Ben jij degene in jouw vriendengroep die het meeste open is? Of hoe kijken uh, jouw vrienden naar jou? in daar, daarin, laat maar zeggen. Ik Omdat, ben wel een van de open guys, ja. Ik ben wel een van de open guys. Uh, dat, dat is wel waar. Maar tegelijkertijd... Tegelijkertijd... Ook niet over alles of zo. Mm -hmm. Ja, maar ik, ben, ik durf wel veel te vertellen over mijn gevoel of over wat ik van iets vind. Of ik zie sommige dingen die als zwakte gezien worden, niet per se als een zwakte of zo. Het feit dat ik bijvoorbeeld kan huilen als yeah. ik me emotioneel voel. Waar iedereen bij is, boeit me ook niet. Pardon, ja, dat ik, zie ik... ik niet als een soort zwakte of zo. Dus misschien ben ik in die zin emotioneel of yeah. uh, zeg maar vrijer daarin. Maar er zijn toch ook wel best veel mannen. Die over bepaalde dingen wel. Maar wat ik zeg, onderling praten we toch anders, anders met elkaar. Ja. Ik zou zo graag bij een man een gesprek willen zitten. Ja, ja zou zou ook bij jullie gesprek willen <laughs> zitten. En in je relatie bijvoorbeeld, ben je dan, kijk, wij zijn vrienden ja. en uh, dan ben je misschien nou, nah, niet per se opener. Maar in je relatie, ja, want je wilt toch wel wat sterker overkomen. Ben je ook gewoon net zo open in je relatie? In mijn relatie ben ik opener dan overal waar ik ben. Ja, hè? dat ja. dacht ik af. Ja. ja, mijn huis moet gewoon de plek zijn waar ik echt alles Thuis. gewoon kan zeggen. En veilig, ja, dat zeg ik eerlijk. Ja. Kan je ja. je vinden in mannen die dat niet hebben? Dat komt dus omdat ze die ruimte niet krijgen of niet durven te nemen. Mm -hmm. en, wat dat, en wat dat betreft ben ik een redelijk dominante man mm -hmm. in de zin van dat ik gewoon wel zeg wat ik vind. Yeah. Ik zeg gewoon wat ik vind. Ik zeg ook wat ik voel. Soms vind ik wel, en dat is precies waar ik het net over had. Soms heb ik wel zelf het gevoel dat ik me aanstel, en het is dan soms geheel onterecht. En dan kom ik pas achter als ik het vertel, nadat ik hier van, oké, okay, ik vertel het maar, maar ik vind het nog steeds dat ik me aanstel, en dan kom ik erachter van. Bro, je stelt je niet aan, niet hoor. Die is mm. echt serieus. Het is echt een vervelend dingetje. Dit, dit, dat je hiermee zit is echt een ding. Zeg maar, is echt, hoe zeg je dat? Uh, gevalideerd, zeg maar. Het ja. is echt niet om niks. Zeg maar. En daar kom je dan pas achter. Maar soms loop je er al langer mee omdat je denkt: ik stel me aan. Of ik heb het gevoel dat ik me aanstel. Oké, okay, nu een stapje verder. Hè? Mm -hmm. Mijn vader heeft mij bijvoorbeeld altijd geleerd dat uh, de man waarmee ik ga, als hij van uh, minder goede huizen komt, dat dat hem maakt of. Je weet toch of als je juist van een goede, goede huizen komt, van familie, et cetera. Nu jouw zoontje bijvoorbeeld, mm -hmm. die ziet dat jij heel open bent. Yeah. Um, dus ik ga ervan uit dat hij daar ook van leert. En ook zo gaat zijn. Denk je dat het klopt wat mijn vader zegt? Dat een man dus. Ik ook, weet niet precies wat je bedoelt. Dus dat hij, laat maar zeggen, stel ik ga met een guy en hij is echt gesloten. Dat het ook echt vanuit huis uitkomt. Ah, zo bedoel je. Dus dat je niet leert praten ja. omdat het thuis niet mag, omdat het iets taboe is. Of dat je ziet dat je ja, vader niet okay. per se met je moeder communiceert. Okay, of de liefde op een manier geeft. Ik weet je wat mijn geluk is geweest? Elke vraag. Mijn moeder is zo met mij omgegaan. Als ik, als ik oud genoeg ben om die vraag te formuleren, mm -hmm. dan ben ik oud genoeg om het antwoord op die vraag te horen. Als Echt? ik oud okay. genoeg ben om een vraag te stellen, ja. dan ben ik oud genoeg om het eerlijke antwoord op die vraag ja, te, te, te horen. horen. Hoe moeilijk het antwoord ook is op die vraag. Dus als ik mijn moeder bijvoorbeeld vraag, hoe is het nou toen met jou en mijn vader gegaan? Als ik die vraag kan stellen, dan ben ik klaar voor het antwoord. Wow. Dus zij is altijd streed tegen mij geweest. Mm -hmm. Zij heeft wel een soort balans altijd gezocht tussen van, oké, okay, hoe formuleer ik? Ja, hoe formuleer ik? Want ik wil zijn vader never, nooit zwart maken, want het ja. is zijn vader. Hij moet altijd wel het goede van zijn vader inzien, zeg maar. Ja. Ondanks hè, dat zij een bepaald verleden ja, ja. begat of wat dan ook. Um, maar ze heeft me altijd de waarheid gewoon verteld zoals het was, puur en onversneden, mm -hmm. gewoon van dit is wat er gebeurd is. Punt uit. Mm -hmm. En dat stukje waardeer ik echt en zal ik altijd aan mijn kind doorgeven. Dus als mijn kind mij iets vraagt, dan denk ik van ja, als hij die vraag kan stellen op een manier waarvan ik kan voelen van hij weet wat hij vraagt. Dan kan ik hem het antwoord ook gewoon eerlijk geven. Dus dat heeft jou ook gemaakt totdat je nu wat opener bent? Ja, 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 misschien wel. Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat, uh, dat het geloof, denk ik, daar ook een rol in heeft gespeeld. Vroeger was ik dus christelijk. En door dat geloof ben ik zeg maar, over heel veel dingen gaan nadenken. Mm -hmm. uh, en bepaalde dingen. Van het geloof heb ik dan meegenomen. en hebben me gewoon laten kijken naar mezelf. en gewoon accepteren hoe ik me voel. accepteren wie ik ben. En weet je toch, dat soort dingetjes. om te gaan met, met jezelf, naar jezelf durven kijken. dat is wat veel religies toch wel ja, doen of helpen. Mm -hmm. daarin. Um, dat heeft ook een rol gespeeld. Ik heb acht tantes, vet veel nichten. dus ik heb heel veel vrouwen in mijn omgeving. Ja, okay. Misschien heeft dat ook invloed gehad, natuurlijk. Ja. Uh, maar alsnog. Weet ik wel dat ik ook moeite heb om over sommige dingen te praten. Mm -hmm. Zeker weten. Ik denk dat het sowieso menselijk is. Ja. Hoe emotioneel je Maar bent. hebben vrouwen dan. Oh, ja, oké, okay, heb jij dan om het zo zo? Want ik wil niet zomaar zeggen dat je voor alle vrouwen moet praten, natuurlijk. Maar hoe ben jij dan daarin? Ben je heel open over je emoties? Of ben je daar heel selectief in? Of hoe ga jij daar dan mee om? Ja, ik zeg je eerlijk. Het klinkt heel raar. Maar ik zeg altijd dat ik een halve maand. Waarom hoor ja. ik dit? Waarom zeggen zoveel vrouwen dit? Maar goed. Nee, maar ik ben best wel. Um, ik denk dat mijn carrière me zo heeft gemaakt. Ik ben best ja. wel koud. En ik kan heel goed dingen um, ja, wegstoppen. Hmm. Um, en voor, ja, ik weet niet ook. Ik haat daten daarom ook. Want je gaat me dingen vragen. En soms liggen dingen gevoelig. En ik wil daar mm. gewoon niet over praten. Dat is het. Ik kan nu bijvoorbeeld bij It's Complicated heel leuk. Uh, dit, ver, uh, dit gesprek had ik laatst met iemand. Ik kan dus heel goed vertellen iets. Maar als ik echt met jou één op één zit om elkaar te leren kennen... Yeah. dan kan ik jou niks vertellen. Wow. Dat is heel gek, hè? He? Yeah. 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 Ja, terwijl ik jou wel echt zie als een emotionele persoon. Ja, yeah. yeah. veel dat mensen. Maar als ik echt één op één met iemand ben, dan lukt dat niet. Dus ja, ergens gesloten, ergens open. Ja, en in, in hoeverre is het ook gezond om helemaal open te zijn. Weet ik ook niet, snap je? Ja, dat is het ook. Maar ja, goed, je moet wel gewoon je emotie durven uiten. En je hoeft het mm. niet overal te doen. Maar er moet wel een plek zijn: minimaal één plek op aarde, wordt. waar het kan, toch? Dat is echt zo. Daar ben ik mee En het dat echt gun ik. Iedereen, iedereen. Man en vrouw. Ja, echt iedereen. Een safe space. Waar, waarin we allemaal gewoon kunnen zijn wie ja. we zijn. Zeg maar. En ik denk dat, dus dat veel vrouwen hopen, als ze in een relatie met een man zitten, dat die safe space bij hun is. Mm. En wanneer dat niet gebeurt, raken vrouwen gefrustreerd van ah. ja, maar jij praat nooit met mij en we hebben nooit communicatie en, en dan gaat het fout. Mm. Ja. En ik denk bijvoorbeeld bij jullie, jullie hebben echt die safe space bij elkaar. Ja. En dat maakt jullie zo goed en hecht en zo. Ja, en... maar alsnog hoor, nogmaals, ik ben niet de makkelijkste prater, dat denk ik niet. Ja. Ik, ben gewoon, ik durf gewoon over bepaalde dingen te praten, jazeker. Maar ik ben niet de makkelijkste prater denk ik. Ja. Al, al geef ik die indruk wel misschien, snap je? Oeh!